Hoe gaat het? Het gaat wel oké. Ja, gezien alle omstandigheden gaat het best wel oké. Vandaag maandag de 15e juli. Juni. Hallo. En ja. Lekker lang uitgeslapen. Ik ben een half uurtje wakker. Top. En toen ik wakker werd, kreeg ik een beetje minder goed nieuws. Namelijk dit. Kijken dat die focus. Dat is, voor degenen die het dus nog niet wisten, ik had me ingeschreven voor K3 zoek K3. En misschien, ja, ik deed er een beetje geheimzinnig over allemaal. En van alles en nog wat. Maar je had het kunnen weten, want in mijn kamer hing deze omhoog. Ik heb één auditie mogen gaan meedoen. Een soort pre-auditie. En die was volgens mij best wel goed gegaan. En slecht weer buiten. Die was denk ik wel goed gegaan. Ik zat voor een jury met vier mensen. En die mensen waren heel aardig en ik moest een stukje acteren en een stuk zingen. En ze waren vrij enthousiast. Mijn tekst was goed voor acteren. Mijn muziekstuk zat die ene vrouw met haar voet mee te doen en zo. Volgens mij ging het allemaal echt heel goed. Ik had er een supergoed gevoel bij. En vandaag kwam dan het verlossende antwoord dat ik niet door was. Het is jammer, maar ik probeer mezelf langs een positieve kant over te zetten. Het is goed dat we mogen op auditie gaan. Het is zeker dat ik wel iets kan ofzo. En ja, weet je. Positief blijven denken. Maar ja, ik denk dat het vooral komt niet door het talent wat ik niet heb ofzo. Maar door dit. The body. Ja, wacht. Nu zie ik het niet met mijn arm. The body. Ik heb gewoon geen K3 lichaam. Daar gaan we even eerlijk over zijn. En oh, ik zie er niet uit. Peter zo. Daar gaan we even eerlijk over zijn. Ik heb gewoon geen K3 lichaam. En vandaag ga ik nog proberen opnemen. Want dat is nodig. En yeah, blij zijn. Wee! Helemaal. Weer een nieuwe dag. Het is ondertussen al woensdag. Hey. En ja, ik heb niet echt heel veel gevlogd. En het was ook niet de bedoeling dat ik een mega vlog ging houden. Maar ja, doordat ik. Komt eigenlijk doordat ik te weinig inspiratie heb voor een video. En het is nu vandaag woensdag, morgen donderdag. De laatste morgen moet er iets online komen. En ik heb nog niks. Dus het wordt dit. Door deze vlog. Plus dat stukje van maandag. En beelden nog van vorige week donderdag. Nee, 2 weken geleden donderdag. Want toen was ik met Zit in Den Haag. En toen heb ik een klein stukje gefilmd. Het was niet de moeite voor er een hele video van te maken. En die gaan jullie dan ook zien in deze vlog. Weer met wie anders? Ik ben altijd met jou. Je hebt wie anders? Altijd. Ik ben er altijd. We zijn in de Starbucks. Nee, kijk. Ik heb een nieuwe. Ja, een nieuwe naam. Ja, mijn naam is Cindy. Ja, maar het lijkt er ook op. Het lijkt een klein beetje. Huh? Klein beetje. Ja, ik heb de hiccup. Ja, maar het is lekker, maar ik ben aan het dus hij is niet zuur. Aha. Een heel klein stukje maar wat ik gefilmd heb. Het was een hele leuke dag wel, maar ja, het is te laat om daar nu nog iets over te vertellen. En ja, ik heb voor volgende week wel video-ideeën en ik ben vrijdag thuis. Dus vrijdag ga ik lekker opnemen, lekker video's maken voor jullie. Ik heb een paar ideetjes die ik ga uitwerken, dus het komt helemaal goed. En
Verder, voor het moment, heb ik eigenlijk niks te vertellen. Maar dat was het. Dus bedankt voor het kijken. En als je meer van dit soort vage shit wil, doe een duimpje omhoog. Blijven subscriben, blijven liken. Love you all. En tot de volgende keer. Doei!